In een winkelpand in de Nijmeegse Stikkehezelstraat brak brand uit in de nacht van dinsdag op woensdag. De brandweer kreeg de melding kort na middernacht en moest de deur openbreken om te kunnen blussen. Er was veel rookontwikkeling en die rook richtte ook in de winkels ernaast schade aan. 12 woningen boven de winkels werden ontruimd. Uiteindelijk was daar geen rookschade en konden de bewoners weer hun woningen in. Niemand raakte gewond. Het lijkt erop dat de brand in de meterkast is ontstaan.